Vandaag een multidisciplinair, zo je wil, interdisciplinair thema, rechtslinguïstiek. Dit zal u uitgelegd worden door twee sprekers die ik u met genoegen voorstel. De eerste is mijn eigen promotor, Laurent Gauthier, professeur in de universiteit aan de Universiteit van Bourgogne, alwaar hij ook vice-rector voor de waardering van wetenschappelijk onderzoek is. Professor Gauthier staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep Text, Image, Langage, die onderzoek verricht naar semantiek, corpuslinguïstiek en discourslinguïstiek. Daaronder vallen ook vaktalen zoals rechtstaal en tekstsoorten zoals wetteksten en juridische adviezen. In dit opzicht doet professor Gauthier ook onderzoek naar rechtstaal en begeleidt momenteel een doctorandus die hierin doctoreert. En verder organiseert hij in Frankrijk op dit moment ook nog een lezingenreeks over datzelfde thema. De tweede spreker is dan professor Karel Hendricks. Professor Hendricks is docent rechtstaalbeheersing aan de Universiteit van Antwerpen, buitengewoon gastdocent aan de KU Leuven en ook nog eens taaladviseur bij het Rekenhof. Het merendeel van de wetenschappelijke publicaties over rechtstaal in België is ook van zijn hand. Bijzonder bekend is in dat opzicht zijn doctoraatsonderzoek naar de taalkundige adviezen verstrekt door de Raad van State in de periode van 1980 tot en met 2000 ongeveer. En dan geef ik nu met veel plezier het eerste woord aan professor Gauthier. Professor Gauthier zal zijn presentatie in het Engels houden, maar u mag nadien gerust vragen stellen in het Nederlands. Professor, u zal nog moeten unmuten. Okay, can you hear me? Yeah, perfectly. Yeah. Okay, so thank you, Vince, for the kind presentation. And I would start by thanking the organizers for the invitation to take part to this seminar. I'm going to talk in English. It will be easier for me. And I apologize for this inconvenience. The title of the more precise title of my presentation is, as you can see here on the first slide, When Law Meets Linguistics, Research and Application Perspectives of what is called Jury Linguistics. And I'm going to try to give you an overview of the possible fields of application of jury linguistics, not only in law, not only in linguistics, but also for general subjects within society. My presentation is structured as follows. I will begin with a short introduction, and I'll try to explain the aims of this presentation and also the aims of jury linguistics as a discipline. And then I will move to a presentation of three possible fields of applications. The first one is, I think, the most traditional one, about terminology, terms, definitions in law, and the problem of translation. And I think it will be a kind of preparation for the next presentation by Professor Hendricks. Then I will move to jury linguistics as a specific type of discourse analysis, and I will show why and how lawmaking can be considered as discourse. And then I will focus on a very actual problem and question, legal discourses outside law as another field of application for jury linguistics. But first of all, let's try to answer this question: how interconnected are language and languages, individual languages, and law? This seems to be a kind of evidence for both lawyers and jurists. Because if we try to think about law, then we have to cope with texts, with utterances. That means law does only exist
as texts, and one of the major work of low linguistics that has been written in German is Recht als Text, so law has text. And law is language in use. But it's also, and I think it's the most obvious key for non-linguists, it's also obvious that there is a connection between law and language for citizens when they are confronted with judges, with the police, or even with the administration, and when they try to understand law texts. And I've listed here three proofs of this state of affair. First of all, misunderstandings when the citizen is not able to understand properly the law text is confronted with. Then the need for what we call intralingual translation. And what we mean by intralingual translation is just an explanation by an expert of what is meant in the text, even if the text is in one's native language. So it's a kind of reformulation by an expert for an non-expert. And this is best shown, this is my third point here, through the launch in many countries of the so-called plain language movement, which is a movement trying to simplify administrative and legal language, administrative and legal discourses. And I've copied here, I've pasted here, sorry, the self-definition of plain language given by the plain language movement in the United States. Plain language, also called plain writing or plain English, is communication your audience can understand the first time they read or hear it. And plain language is defined, as you can read here, writing that is clear, concise, well organized, and follows all the best practices appropriate to the subject or field and intended audience. So plain language is actually a movement in many, many countries to simplify the language of law and administration, and beyond this first goal, also to simplify the administration and the lawmaking themselves. So it's something very actual and which has very concrete consequences in everyday life. But the connections between language, languages, and law is also a research question in many disciplines, even if each discipline is not always aware that this is also a research object of the other disciplines. First of all, and if we look at it chronologically, in philosophy, and especially, of course, in the philosophy of law, with questions like performativity, how do we do something when we take a legal decision? How do legal texts create a kind of reality? And this is also linked with analytical philosophy and pragmatics. It is, of course, and obviously, a question in law itself regarding the questions of conceptualization and expression of law in texts, because law people have to produce texts and judges have to produce utterances where law is made concrete in and through the language and the discourse. And of course, and as I'm a linguist, it will be my main focus here in linguistics. In linguistics, we can distinguish between traditional perspectives that have a closer look at law texts and law discourses, pragmatics, so how do texts create a legal reality, and it's linked with the first point in philosophy, but also semantics, how is meaning in law text constructed, and how can we
define how can we construct this meaning when reading a low text, and also stylistics, and it's directly linked with the plain language movement I've just mentioned before, because the first reaction of many people and non-experts is to say low language is a kind of jargon. Then, from the perspective of specialized communication studies, what is traditionally called language for specific purposes, legal language, legal discourses is, of course, at first sight at least, a kind of specialized communication field. And here we have a very strong focus on terminology, and you will get more insights in this field in my next section. But it's also a research question in linguistics from the perspective of translation studies, especially in multilingual countries where all legal texts have to be translated in the other language or in the other languages. And this focus on translation is also directly linked with the focus on terminology I've just mentioned before. Within this context, a new discipline appeared in the 1970s, 80s called jury linguistics. And the questions we can ask is whether jury linguistics is an autonomous discipline at the intersection of the previous ones, or is it just an interdiscipline? So in this presentation, I will try to discuss the potential application fields of jury linguistics within social sciences. And I will also make a kind of hypothesis of a move from an inside to an outside application of these perspectives. So the inside application is, of course, jury linguistics in a narrow sense, and that will be my next point, terms, definitions, and translation in law and in lawmaking. Then jury linguistics as discourse analysis, and then I will look at lawmaking as a discourse, as a discursive activity, and then which is the more outside application or perspective, legal discourses outside law as field of applications for jury linguistics. I begin with the core discipline, so to say, or the core perspective of jury linguistics, that the terminological and translation one. Terms, definitions, and translation. Traditional jury linguistics, as it appeared in the 1970s, 1980s, had a very strong focus on terminology. And I think we can provide two potential explanations for this focus. The first one is lies outside law and jury linguistics. It's the general, the overall pressure of terminological questions in LSP studies since the 1950s. Specialized communication is also defined by the terminological dimension. What makes a text a specialized text is its terminology and the fact that the non-expert is not always able to cope with this terminology. But there is also another explanation. It's the origin of jury linguistics itself. In Canada, a country with two languages, French and English, as you know, and two legal systems, common law and Roman law. And these particular situations led to two needs. The first one is a very practical need. It was a question how to translate law texts from one language into another, so from English into French, by looking for the best equivalence. And this question of equivalence
is a crucial one in jury linguistics when dealing with multilingual systems. But it was also a conceptual need, because in order to find equivalence, the translators had to define specialized concepts, so the specialized law concepts, including historical traditions, so the history of Canada and of the settlements and of the French people and the French law system in Canada, and then trying to establish correspondences and equivalences. So the order is just the opposite of what one might think. The more acute question is a conceptual one. And this conceptual dimension just has consequences on the practical side of terminology. This situation in Canada, but it's also the case in Switzerland and also in Belgium, is comparable with needs within the European Union at two levels. As you know, all law texts of the European Union have to be translated into all European languages, into the 33 European official languages. But it's not the only dimension. These EU texts are also adapted and not translated, adapted in the national conceptual and terminological repertoires as they are adapted to the national systems. And this has also led to genuine linguistic questions and problems by translating the texts. Behind these very concrete facts, we can discover two implicit dimensions that need to be discussed and questioned, because it's not so obvious as it might seem. When dealing with terms and when dealing with terminological equivalences, we have a need for definitions. Definitions and definition writing is really the core of classical terminology. And classical terminology relies on the belief that a term designates a specialized concept, and that the definition, the perfect definition, is the link or should be the link between the term and the concept. And when starting from these premises, traditional terminology think that terms are always neutral, so they don't have any connotation. I will come back to this later. That terms are objective, and that we have a so-called one-to-one correspondence between one term and one concept. One concept should always be designated by the same term, and one term should always be defined, or should always be linked, to the same concept. And the last category for classical terminology is that terms are connotation-free. There should not be any place in terminology and in term definitions for subjective positions, for emotions, or for an ideological component. The two questions we have to cope with here are, how does it match for legal terms? Can we really handle legal terms just like normal technical terms from the industry, for instance? And the second question, which place do we have for so-called fuzzy categories? How is it compatible with law interpretations and what we call law hermeneutics? The traditional schema for law hermeneutics distinguishes four dimensions or four levels of interpretation. The first one is the philological interpretation. And
it appeals to language-based knowledge. So the interpreter, the lawyer, or the judge has to be able to understand the formulations and the surface structure of the texts. Then we have the systematic interpretation, which is linked with specialized legal knowledge. And that's, of course, the main difficulty for the non-expert when dealing with law texts. Then we have the historical interpretation, where specialized legal knowledge is linked with a cultural knowledge. And then the so-called theological interpretation, which is also linked with specialized legal knowledge. And if we try to link these with what I've said before regarding terminology, then we just see that definitions play a very important role at all levels. For all these levels of interpretation, we do need definition. The lawyer does need definition, the judge then does need definition, and the citizen also needs definition if he wants to understand what is said about his or her own case. So, regarding translation, we have within translation studies already established models for legal translation. First of all, with the comparison, the systematic comparison of source and target legal languages, but also the comparison of the legal systems themselves. And what do we mean with the comparison of legal systems? It's very easy. The translator just have to check if the possibly equivalent terms he has found are really at the same level and really occupy the same position within the legal system. And the comparison between source and target legal language actually needs a preliminary comparison of source and target systems. When we have to cope with legal translation within one multilingual system, that's the case of Belgium, we have other dimensions to take into account. First, the question of standardization of the terminology in both or more languages, and the question of the full equivalence. If we are within one single law system, we have to look for full equivalences, which is not always the case when we deal with multilingual systems. And there is also another dimension to take into account, and this is intertextuality, the relations between all the law texts within the systems in the first language and then in the second, in the third, in the fourth languages within the system. So it seems at first sight to be much easier within one system, but it's not as easy as it seems and as it sounds when speaking about it. The second perspective is geolinguistics as discourse analysis. Legal discourse, of course, does have a technical dimension for the lawyer, for the judge, for the police, and so on. But for the citizens and for the social sciences, it also has institutional and political dimensions. And I could add many more adjectives here. The methodological implications for the linguists is very obvious. In this case, it's not just a question of terminology. It's a question of discourse, in the sense of Foucault. And I quote here Adams defining discourse, or trying to define
discourse in the Foucauldian sense. Foucault adopted the term discourse to denote a historically contingent social systems that produces knowledge and meaning. So it's not a question of words, it's not a question of terminology, but it's really a question of knowledge and the way meaning can be constructed through texts and discourse. Foucault notes that discourse is distinctly material in effect, producing what he calls practices that systematically form the objects of which they speak. So discourse is not something quite objective, as we had seen in the terminology, in the terminological perspective. Discourse is a way of organizing knowledge that structures the constitution of social and progressively global relations through the collective understanding of the discursive logic and the acceptance of the discourse as social fact. And what Foucault puts ahead is the social dimension of discourse. And if we accept that jury linguistics has to deal with discourse and with legal texts as discourse, then we should also recognize this very genuine social dimension. And if I try to reformulate this program by Foucault, then we could say that jury linguistics is a kind of legal critical discourse analysis beyond terminology and beyond translation matters. And we need a reconstruction of all discourses involved in it. Law texts, of course, but law texts are just the top of the iceberg. What we need to look at and to take into account that programs of political parties, discussions in the parliament, drafting in commissions, potential pressure from protest demonstrations against a law project, and so on. So what is at stake here is a question of knowledge segments, what we call knowledge segments within the cognitive paradigm, and of power structure. And in order to tackle this dimension, jury linguistics or legal discourse analysis or legal critical discourse analysis needs two things. First of all, it needs a semantic model taking into account all kinds of knowledge associated with lexical units. So the legal terms we had in the first section in the traditional jury linguistics. And I tried to show you what it means by the example of COVID-19 regulations. It's the same in all our countries. It's the case in France, it's the case in Switzerland, in Germany, in Austria, and I think it's the same in Belgium. We need, of course, linguistic knowledge, a kind of meaning in use of the term. Lockdown has a meaning in itself. But we need much more than just this linguistic knowledge. We need a textual knowledge because law texts are performative and instructional texts. We need a discursive knowledge because the law texts defining, for instance, the conditions of lockdown in one given country are part of a virtual, what two linguists call a virtual corpus of all statements on the COVID-19 crisis. We need contextual knowledge. That means we need to have informations on COVID-19 as a pandemic with more or less accepted implications on social life. And we also need encyclopedic knowledge. That means our regular experience, our day-to-day experience with all associated extra-linguistic meaning components of the concepts. And within this framework and context,
Jury linguists nowadays try to implement frames as an holistic model representation of these knowledge dimensions. A frame is a schematic representation of a specific domain or a specific subject on the basis, and here it's much more linguistic, on the basis of predicating words, opening slots filled in by arguments. It sounds very technical, but it's very easy to understand. If you take an example outside law, something like buy, the expression for buy, so the verb for to buy something, Kobe, you need something that you can buy. You need somebody who wants to buy the thing, and you also need a price, you need money, and so on. And all these are slots that can be filled in when speaking. And there is a very strong link between set in law, between such conceptual frames and the way it's expressed in the texts. And here, but I don't want to be too much technical, we also have in linguistics and in jury linguistics paradigms to try to modelize these and especially constructions. So all knowledge dimensions identified so far, so all these dimensions here are parts of the frame, of the legal frames at different levels. And then what about legal discourses outside law? It's also another field of application for jury linguistics, and it's actually that's actually very popular research objects. Legal discourse analysis is not limited to discourse in legal professional settings, so with lawyers or judges or with the police and so on. Because what we can observe as discourse analysts is the circulation of discourse in the press or in the media more generally, and the circulation of discourse within the so-called public opinion. And here is the Foucauldian conceptualization of discourse very useful, because discourse and legal discourse can be seen as a formation matrix of a segment of reality. And we have many, many examples in our societies. COVID-19 regulations, once again, same-sex marriage, end-of-life support, all these so-called social subjects are actually constructed through discourse, and all of them have at least one legal dimension that can be looked at from a discursive perspective. But social media are also nowadays a very popular new field of application of law linguistics, and particularly through the lens of hate speech. Hate speech is something very actual in the social media, on Twitter or on Facebook or Instagram and so on. And hate speech has become such a serious question that it has been defined at an international level, especially here through the Organization of the United Nations. And hate speech is defined there as follows. There is no international legal definition of hate speech, and the characterization of what is hateful is controversial and disputed. In the context of this document, so it's the Charter of Hate Speech by the United Nations, the term is understood as any kind of communication in speech, writing, or behavior that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of who they are,
In other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, color, descent, gender, or other identity factor. This is often rooted in and generates intolerance and hatred, and in certain contexts can be demeaning and divisive. And the question one can ask is whether is and how is hate speech linked with jury linguistics? And I would make here the hypothesis that jury linguistics is concerned at least two levels. The first one is a pragmatic level, because the question the linguist has to answer in such cases, especially when it comes to a trial, is how to determine the performativity of such speech acts. How can we, as linguists and with our tools, decide if this kind of utterance is a performative speech act of hate speech? And then, at the semantic level, how can we, as linguists, analyze the semantic content of the utterance in order to identify hate speech? And this last example, and that will be my concluding remarks, enables me to mention another potential field of jury linguistics, and that is forensic linguistics. Forensic linguistics is the use of linguistic tools within a trials in order to identify a victim or to identify a potential guilty person on the basis on linguistic evidences. It's not at all my specialty, so I did not want to speak further about it, but it's also a kind of application of law linguistics that is nowadays very much needed. And it's also directly linked with this question of hate speech. Thank you. Dank u wel, Laurent, professor Gauthier, voor deze mooie uitlegging. En ik denk dat u een zeer algemeen en een zeer gedetailleerd beeld ook geschept hebt van rechtslinguïstiek, waar dan met een kleinere toepassing op het Belgische taalgebied, op het Belgische rechtssysteem, professor Hendricks zeker en vast verder op kan ingaan. Inderdaad, dank u wel en goedenavond ook van mij, van mijnentwege. Om te beginnen, dank u wel aan collega Gauthier voor de interessante uiteenzetting. Ik ga er proberen op voor te bouwen met een wat praktischere uiteenzetting die gefocust is op de Belgische situatie en dan vooral op de Nederlandstalige situatie in België. Professor Gauthier verwees al even naar Canada, een tweetalig land met een tweetalig wetsysteem. Wij zijn daarmee verwant. Want wij hebben twee talen in België, waarvan één taal dan ook in een buurland gesproken, in elke taal nog eens in een buurland gesproken wordt. Het Frans in Frankrijk natuurlijk, maar ook het Nederlands in Nederland. En dat zal voor een stuk ook in mijn verhaal aan bod komen. Ik ga proberen mijn scherm te delen. Dus als ik daar even de toestemming voor krijg, dan kan ik... ja, dat gaat lukken inderdaad. Dan ga ik nog even zo... share en dan gaan we dat ook nog even in diavoorstelling zetten. Zo. Voilà. Ja. Moet ik nog even vanaf het begin. Zo. Nu ziet u mijn slides, denk ik. Hè? Dat klopt. Hè? Voilà. Ik heb mijn als basistitel genomen van correct naar toegankelijk. Het gaat een beetje een historisch overzicht worden. Om een evolutie te schetsen hoe eigenlijk specifiek de situatie van de Nederlandse rechtstaal in België geëvolueerd is. Ik zie daar twee grote evoluties in. Zoals ik al zei, van correct naar toegankelijk. En verderop zullen we ook zien dat dat ook qua keuze van het Nederlands een evolutie doorgemaakt heeft van Vlaams naar Nederlands en weer terug. Ik ga dit niet... dit is de kop van minister Gees natuurlijk...
En ik wilde daar eigenlijk een filmpje voor laten zien. Dat zal niet lukken, maar ik ga u straks de link in de chat sturen. Dan kunt u dat eens bekijken. Minister Geens heeft een grappig filmpje opgenomen om reclame te maken voor duidelijke rechtstaal. Dat was in het kader van een radioprogramma enkele jaren geleden. Toen Koen Geens onze minister van Justitie was, was hij daar erg mee begaan. Ik zal u straks de link bezorgen, dan kunt u dat eens rustig bekijken. Ik ga er anders niet in slagen om de klank mee door te sturen, dus dan gaat u er weinig aan hebben. Ik wil met u een aantal cijfers doorlopen om te beginnen, om misschien het kader te schetsen waarom er zoiets bestaat als rechtstaalbeheersing, jury linguistics in Canada inderdaad. Professor Gauthier heeft er voor een stuk ook al naar verwezen. Voor buitenstaanders is die rechtstaal vaak erg moeilijk te begrijpen. En dat wordt mooi aangetoond in onderzoeken als de Justitiebarometer, die u wellicht allemaal kent. Ik hoop dat er binnenkort een nieuwe editie komt van de Justitiebarometer. Want dat is toch al een aantal jaren geleden. En u ziet, als je kijkt naar het algemene vertrouwen in justitie, dat dat gestegen is. Vlak na de beruchte Dutroux-affaire in 2002 lag dat erg laag. De daaropvolgende jaren is het vertrouwen in justitie toegenomen. We zitten nog niet op het niveau van het onderwijs of de politie, maar toch al boven de pers en ongeveer op hetzelfde niveau als het parlement. Als een van de andere vragen binnen de justitiebarometer was, vindt u de juridische taal voldoende duidelijk, dan zien we een heel andere uitslag. U ziet hier inderdaad, het is maar 1 op 4 en in de laatste editie 1 op 3 die daar bevestigend op antwoordt. Dat is traditioneel de slechtste uitslag binnen de heel die justitiebarometer. En dat geldt ook voor de vraag, krijgt u eigenlijk voldoende werking, informatie liever over de werking van justitie? Ook daar zie je dat de respons heel laag ligt. 1 op 4 van de mensen vindt dat ze, als ze in contact komen met justitie, dat ze voldoende informatie krijgen. Daar zit dus een groot probleem. Ik geef nog 1 onderzoek mee, een iets recentere enquête uit 2018, toen de KU Leuven en Wolters Kluwer een grote enquête gedaan hebben, kwam dat eigenlijk op hetzelfde neer. Dit was de voorpagina van de Standaard in 2016. 86% van de ondervraagden vond dat die juridische taal onduidelijk was. En 2/3 van de magistraten, dat is toch wel interessant, gaat daarmee akkoord. Dus de juristen begrijpen dat ook wel zelf. Dus dat is het kader. Er is duidelijk een probleem dat je daar kunt ontdekken. Hoe komt dat? Dat is dan de reactie inderdaad van de toenmalige voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie die daar wat ging aan doen. Daar kom ik straks op terug. Maar er is dus wel degelijk een probleem. En waarom krijgen de juristen dan zoveel klachten en andere beroepsgroepen niet? Dat is, daar ga ik iets sneller over, want daar heeft collega Gauthier al uitgebreid naar verwezen. Het recht bestaat alleen maar in taal. David Melnikoff begint zijn boek The Language of the Law dan ook met die beruchte openingszin, of die beroemde openingszin, Law is a profession of words. U hebt als jurist alleen maar taal om mee te werken en daarin verschilt de jurist erg van een arts of van zelfs van een automechanicien. Ook 2 beroepen die berucht zijn om hun technisch taalgebruik. Artsen die snap je soms niet, maar ook als je naar een autogarage gaat kun je soms niet volgen wat er met je auto gebeurt. Maar zij kunnen natuurlijk uw auto wel herstellen en dan maakt het niet uit of het de Joie de Culasse of de Vis Platinees of wat nog is. Ze doen er iets mee en uw auto rijdt weer. Een jurist kan dat natuurlijk niet. Die kan geen onderdelen ergens insteken. Die heeft ook geen medicatie die hij kan geven om een juridisch probleem op te lossen. Vandaar dat die taal binnen dat recht zo fundamenteel is. Dat had collega Gauthier ook al aangewezen. Ik heb hier nog een citaatje. Dat komt uit een interessant boek, ook ondertussen al redelijk oud. Language Constructing the Law. Dit zijn 2 Engelse werken. Collega Gauthier verwees naar een Duits werk inderdaad. Dus dat is iets wat je overal terugvindt. Language is central to the law and the law as we know it is inconceivable without language. Nog een laatste citaatje van een Nederlandse collega dan. Die vergelijkt juristen met Alibaba. En dan zitten we bij het performatieve taalgebruik waar
collega Gauthier ook al naar verwezen. Alibaba kan de berg Sesam openen door te zeggen Sesam, open u. Wel, juristen of rechters dan kunnen inderdaad zeggen gevangenis, open u. En dan gaat de gevangenis ook effectief open. En als ze zeggen gevangenis blijft dicht, ja, dan blijft die ook wel dicht. Dus dat is, ja, dat maakt het natuurlijk heel belangrijk, die taalbeheersing door juristen. Waarover gaan de problemen dan? Daar ga ik het verder niet over hebben. Dan dat krijgt u als u rechten studeert. Een aantal onder u hebben dat gedaan. U zullen dat in de colleges ooit wel gezien hebben. De klassieke problemen die leken ervaren als ze in contact komen met die rechtstaal. Verouderde woorden, vreemde woorden, vaktermen. Maar ook, en dat is iets wat veel mensen niet meteen beseffen of wat ze niet met rechtstaal associëren, en daar verwees Laurent Gauthier ook al naar, de fuzzy categories. Hè. De woorden met een onduidelijke, rekbare definitie die cruciaal zijn in het recht om het recht toepasbaar te houden. Schuld, aansprakelijkheid, onrechtmatige daad enzovoort. Dat zorgt voor veel mensen die denken dat alles heel precies omschreven is in het recht voor veel problemen. Passieve lange zinnen enzovoort, die problemen die kent u denk ik wel voldoende. Ik ga er hier niet verder op in. Hoe komt dat? Ja, dat heeft natuurlijk inderdaad wel zijn redenen, uiteraard. Het is niet omdat juristen vreemde mensen zijn, zoals oud-collega of collega van Orsoven van de faculteit rechten van de KU Leuven ooit zei op de radio. Dat heeft natuurlijk zijn reden, omdat juristen gebonden zijn aan die wetgeving. Die wetgeving bestaat al zeer lang. Zeker in onze Romeinse rechtssystemen zijn dat de Napoleontische wetboeken die ondertussen bijna 200 jaar oud zijn. En waar men uiteraard niet durft van afwijken, omdat dan heel de semantiek en heel de opgebouwde interpretatie in gevaar gaat komen. Gewoonte en voorzichtigheid zorgen er daardoor voor dat die taal eigenlijk bevriest, hè, dat die niet meer beweegt. De invloed van het Frans is in België ook merkbaar. Lange tijd was dat eenrichtingsverkeer, nu is dat tweerichtingsverkeer. Dan heb je ook wel invloed van het Nederlands op het Belgische Frans en het Belgische juridische Frans. En er zit ook zeker, maar dat horen juristen niet graag of dat geven ze niet graag luid op toe, daar zit ook een aspect in van het opzettelijk in stand houden van een bepaald elitair karakter. Ik zie mensen ja knikken, dus ik ben blij dat je krijgt dat meestal niet zo. Je krijgt dat in een andere vorm te horen als je pleit voor eenvoudig taalgebruik. Dan word je beschuldigd van ja, iemand die pleit voor kindertaal, voor Jip en Janneke taal of om het met een collega uit Waregem te zeggen om hazettepruit te gaan gebruiken. En dat is het laatste wat een jurist natuurlijk wil, dat is dat hij zou belanden in hazettepruit. Nochtans zijn er belangrijke redenen uiteraard waarom een burger recht heeft op die begrijpelijke taal. En die zitten ook verankerd in het recht en dat maakt het toch wel heel interessant en belangrijk. Hè? De motivering van de wetten, recht op aanklacht die in een taal die de beklaagde begrijpt, artikel 6 van het TVRM. Je zou die twee punten met enige rekbaarheid zo kunnen interpreteren dat als een vonnis of een aanklacht zo duister geformuleerd is, zo moeilijk geformuleerd is, dat de beklaagde of de partij eigenlijk niet kan volgen waarover het gaat, dat er dan ook niet voldaan is aan die fundamentele vereisten van motivering van een juridische beslissing. Openbaarheid van uitspraak enzovoort heeft er allemaal mee te maken. Als we een tekst, ja, als je die wel kunt vastpakken, maar je snapt er niks van, is die tekst dan wel openbaar. Een interessante verwijzing, ook die aansluit bij iets wat collega Gauthier al vermeldde, de meertaligheid inderdaad, binnen België, maar ook binnen Europa. Ja, er is maar een misdaad als er een wet over is en je kunt maar een straf hebben als die in een wet vastgelegd is. Dat staat zo in de artikelen of de verklaring van de rechten van de mens. Maar dat komt soms in problematische verhouding te staan met die meertaligheid, bijvoorbeeld binnen Europa. Ik weet niet of deze arresten die ik hier aanhaal u iets zeggen. Scoma Lux en Endendijk. In het Scoma Lux arrest was er een Tsjechische wijnbouwer die een boete kreeg omdat hij Europese regels niet gevolgd had.
En die is met succes naar het Europees Hof gegaan en die heeft gezegd, ik ga die boete niet betalen, want ik kon die wetgeving niet kennen, want die is niet vertaald in het Tsjechisch. Er was nog geen officiële Tsjechische vertaling van die Europese richtlijn. Het Hof heeft dat gevolgd. Hij heeft gezegd, ja, inderdaad, als je dat niet kunt lezen in je eigen taal, dan kun je dat ook niet toepassen. Een paar jaar later is er een Nederlandse veehouder, een zekere Endendijk, die een boete krijgt omdat hij, en ik moet goed nadenken, omdat hij zijn kalveren vastgebonden had met een touw. En de inspectie, de diereninspectie, zegt dat mag niet van Europa, u krijgt een boete. Dat is niet waar, zegt Endendijk, want in de Nederlandse versie van de Europese wetgeving staat dat ik mijn kalveren niet mag vastbinden met kettingen. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb touwen gebruikt, dat mag wel. Nee, zegt uiteindelijk het Europees Hof. Want als je gaat kijken naar de Franse, de Duitse en de Engelse versie, dan staat daar gewoon vastbinden. En dan staat er een heel algemene term. Dus je had eigenlijk naar die andere talen moeten gaan kijken en dan had je beseft dat een ketting niet mag, maar ook een touw niet. Dus daar zie je dat die meertaligheid soms echt voor problemen zorgt. En dat daar dus inderdaad de equivalens waar collega Gauthier ook van sprak en het weergeven, het correct weergeven, soms tot onrechtvaardige toestanden leidt. Dus recht op begrijpelijke taal is fundamenteel, denk ik. En dat is dan ook waar we allemaal naartoe willen, uiteraard. Dat is in België nog wat moeilijker dan in andere landen. Plain language bestaat in de Angelsaksische wereld heel erg. In België, in ons tweetalig systeem, is dat nog wat moeilijker. En dat ga ik nu proberen aan te tonen of een beetje te beschrijven. Ik begin nog met twee mooie citaatjes uit de wereldliteratuur om te laten zien dat die klachten al heel erg lang bestaan. Thomas More droomde al in zijn utopia van een wereld waar geen juristen meer zouden bestaan, of misschien omgekeerd, waar iedereen jurist zou kunnen zijn, omdat de taal van het recht zo eenvoudig zou zijn dat ze door iedereen begrepen zou worden. Want, zei Thomas More, eigenlijk komt het op hetzelfde neer om helemaal geen wetten te hebben dan wetten te hebben die toch niemand begrijpt. En dat is min of meer hetzelfde wat Montesquieu eigenlijk ook gezegd heeft in zijn De l'esprit des lois. Eigenlijk moeten we ernaar streven dat onze wetten kunnen begrepen worden door een goede huisvader. Son point de un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille. Dat zijn mooie gevleugelde woorden. Ik spring vandaar naar de toestand in België, inderdaad. En ik begin eigenlijk in Nederland. In 1916 was er al een initiatief in Nederland om de Nederlandse rechtstaal te verduidelijken. Rond de eeuwwisseling begon men in Nederland aan te geven, dit is eigenlijk niet voldoende duidelijk voor de meeste burgers, we moeten daar iets aan doen. Wel, op datzelfde moment heb ik ook een citaat, een Belgisch citaat, van een prof uit Gent, een jurist die in Gent en in Luik les gaf, Bellefroy, die zegt, ja, het grote gebrek der Zuid-Nederlanders ligt hem in het feit dat zij de wetten in het Frans bespreken en opmaken. De meeste hunner kennen de Nederlandse rechtstaal niet, of liever, zij kennen de Nederlandse taal zelf niet. Waar in Nederland men al dacht aan vereenvoudigingen en aan het toegankelijk maken van het recht, moest men eigenlijk in België, dan op vlak van Nederlandstalig gebied, nog beginnen aan het leren van Nederlands. Ik spring 100 jaar verder en u ziet, de Raad van State bestond in 1999, 50 jaar, min of meer, van in 1946. Er is een jubileumboek uitgekomen. Kort daarna zat ik inderdaad mijn doctoraat, rond die periode zat ik daar ook mijn doctoraat te maken op de Raad van State. En men stelde toen vast dat eigenlijk die situatie op 100 jaar tijd toch minder goed geëvolueerd is dan men gehoopt had. Dus dat maar om te schetsen dat er veel werk geweest is in Vlaanderen en dat we daar toch een speciale evolutie gekend hebben. En dat is dan het stukje wat meer in detail wil uittrekken, of uitwerken liever, die evolutie van Vlaams over Nederlands tot Belgisch-Nederlands heb ik als ondertitel gezet en ook van correct naar toegankelijk. Dus ik zie daar een dubbele evolutie die ik met u wil bespreken.
Die ook samen gaat, denk ik. Die je niet het ene los kunt zien van het andere. Maar die toch wel onze situatie in België typeert, eigenlijk. Voor 1830, ga ik heel weinig zeggen, had je een vrij pragmatische toestand. Zowel de Spaanse, Oostenrijkse, zelfs de Franse revolutionairen en Napoleon hadden snel door dat je een land eentalig besturen waar twee taalgemeenschappen zijn, dat geen goed idee is. En zij hielden daar toch in bepaalde mate rekening mee. Maar het is vanaf de onafhankelijkheid van 1830 dat het probleem zich begint te kristalliseren. En ik heb hier dat beroemde citaat opgenomen van de voorlopige regering, die eigenlijk de kern van het probleem blootlegt en waar het Nederlands in België of Vlaanderen dan meer dan een eeuw eigenlijk gaat, of nog bijna twee eeuwen gaat mee worstelen. U weet, onze Belgische grondwet was een toonbeeld van liberale vrijheden in 1830. Onder andere het principe van de taalvrijheid was daar een belangrijk onderdeel van, werd door heel Europa beschouwd als zeer verlicht en zeer vooruitstrevend. Maar dat gaf natuurlijk ook de overheid de kans om volledig te kiezen voor het Frans, met als argument, het argument dat de hele 19e en het grootstuk van de 20e eeuw gebruikt zou worden, dat, considérant que les langues flamandes et allemandes ont usage parmi les habitants de certaines localités, varie de province à province et de district à district. De sorte qu'il serait impossible de publier un texte officiel de loi et arrêté en langue flamande et allemande. Je kunt gewoon geen Nederlands gebruiken in België, want daar is geen Nederlands, daar is alleen dialect. Vlamingen spreken alleen dialect, er is geen standaardtaal. En ja, ze hadden daarvoor een groot stuk gelijk in. En het gaat eigenlijk de reactie zijn. Ik neem nu dit citaat als voorbeeld, dat is niet gericht, heel de evolutie is niet gebaseerd op dit citaat, maar ik vind het een hele mooie kapstok om dat daaraan op te hangen eigenlijk. Heel de reactie op de ontwikkeling van het Nederlands als rechtstaal gaat dit probleem zijn wat hier aangegeven is. En een eerste mogelijke evolutie vinden we bij Karel Ledegang. Karel Ledegang was een vrederechter, was ook een dichter. Niet zo'n goede dichter. Hè. Als je ergens Germaanse gaat studeren, dan zul je die Nederlandse letterkunde gaat studeren. Germaanse bestaat niet meer. Hè. Dan ga je die nog wel eens tegenkomen. Maar Ledegang is ook vooral bekend als vertaler van het burgerlijk wetboek, dus de Code Civil, de Code Napoleon. En hij heeft dat in een zeer merkwaardig Nederlands vertaald. Als je die vertaling nu gaat bekijken, dan kun je daar amper kunnen begrijpen. Collega Georges Martijn van Gent heeft dat eens geprobeerd. En dat is een zeer merkwaardige tekst. Hij koos er dus voor om zo Vlaams mogelijk te schrijven. En om zich dus zo sterk mogelijk af te zetten tegen de terminologie en de rechtsstaal die in Nederland gebruikelijk was. Omdat hij dacht, wij gaan wel aantonen dat wij hier in België een eigen aparte rechtstaal kunnen creëren. Dat is voor een stukje de teneur geweest in het midden van de 19e eeuw, begin van de Vlaamse beweging. En dan gaan we natuurlijk stilaan naar de Vlaamse beweging. Ik ga geen college geschiedenis geven. Ik neem aan dat u het proces Koekegoed als hebt u daar ooit al van gehoord? Ik zie maar een paar mensen. De juristen waarschijnlijk wel. De twee Vlamingen die veroordeeld werden voor een moord waar ze niks mee te maken hadden, omdat ze niet konden volgen, omdat het proces in het Frans verliep. Dat is de katalysator geweest natuurlijk om heel de evolutie in gang te zetten. Die krijgt een eerste grote mijlpaal in 1898 met de Gelijkheidswet. Sinds 1898 worden onze wetten in de twee talen opgesteld. Of worden ze in alle geval, krijgen ze in de twee talen rechtskracht. Hoe het proces wat daarachter zit, qua vertaling en de redactie van die wetten, daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Ze moeten uiteindelijk aan de eindstreep in de twee talen bestaan en ze hebben in de twee talen rechtskracht. Dat was natuurlijk een zeer belangrijke stap. Het Nederlands was daardoor plots officieel benoemd tot rechtstaal, mede-rechtstaal in België. Maar daarmee waren de problemen natuurlijk niet opgelost.
Dat creëerde eigenlijk nog een groter probleem dan de voorgaande situatie, namelijk wat doe je met al die wetten van voor 1998 die geen officiële taal hebben? En in welke taal ga je vanaf nu die nieuwe officiële wetten maken? Je moet eigenlijk een rechtstaal gaan creëren, hals over kop, want tot dan toe had het eigenlijk toch geen belang. Want de vertalingen die met tot dan toe waren puur privé, kwamen te laat, waren van slechte kwaliteit enzovoort. En dan komen we eigenlijk bij de wetboekencommissies die rechtstaal in België gaan creëren. De eerste grote wetboekencommissie, ik spring er nogal stevig door, was die van 1923. Dus in 1923 is de Belgische regering eindelijk zover om aan een commissie de opdracht te geven om een vertaling te gaan maken. Belangrijk is dat u ziet dat die opdracht was om een vertaling te maken. Men spreekt van een vertaling in de Vlaamse taal. Men gaat die wetboeken proberen te vertalen en te laten goedkeuren via koninklijke besluiten. Omdat in de grondwet stond dat je een wet moet goedkeuren door over elk artikel te stemmen, zei men, ja, dat gaan we nooit kunnen doen. Het burgerlijk wetboek, stel u voor, dat heeft duizenden artikelen, dat kun je nooit zo gaan goedkeuren. Dus we gooien dat in koninklijke besluiten. De huidige regering denkt daar ook zo over als het over de pandemie-maatregelen gaat. Hè. Dat zullen de juristen wel weten. Maar daar heeft men een cruciale draai gemaakt eigenlijk. Die commissie die werd aanvankelijk voorgezeten door een professor De Hoon en later door de beroemde professor Van Dievoet. Emile Van Dievoet, u ziet hem hier staan, hij is er ook baron door geworden. En Van Dievoet is radicaal ingegaan tegen de visie van Ledegang om een Vlaamse rechtstaal te ontwikkelen. En Van Dievoet zei van in het begin, ik ga aansluiten bij Nederland. Ik wil dat in die taal, die norm die wij in Vlaanderen gaan hanteren, dat een, zo dicht mogelijk aansluit bij Nederland. De commissie werkt goed, u ziet de data daar staan, maar strandt aan de Tweede Wereldoorlog. Het burgerlijk wetboek hebben ze in 8 stukjes moeten kappen, omdat ze de facto een beetje gesaboteerd werden door de regering. Ze hadden geen geld, ze hadden geen kredieten, ze hadden geen secretariaten enzovoort. En de Tweede Wereldoorlog brak dan uit en in 1954 wordt er opnieuw een commissie opgericht. En die heeft een heel andere opdracht, die heeft ook een heel andere titel. Die commissie die moet teksten maken, geen vertalingen. Het woord vertaling is verdwenen en men spreekt nu van Nederlandse teksten. Dus dat was een heel andere invalshoek. Men ging rechtskrachtige versies maken van de alle belangrijke wetboeken, duidelijk in het Nederlands. Dus die convergentie tussen Vlaanderen en Nederland qua taal, die neemt daar heel erg vorm aan. Dat was absoluut de verdienste van Van Dievoet, die kort voor de Tweede Wereldoorlog zelfs een gemengde commissie met Nederlandse juristen opgericht had om nog dichter die terminologie te laten aansluiten bij Nederland. En dat culmineert in die wetboekencommissie van 1954. Ik denk dat je de rol van die wetboekencommissie niet genoeg kunt benadrukken. Daarstraks heeft collega Gauthier mooi uitgelegd wat alle problemen zijn op het vlak van terminologie en bij vertalingen van wetten, hoeveel aspecten je allemaal moet letten, de verschillende type kennis enzovoort die daarbij betrokken worden. Wel, het is denk ik het wordt door iedereen erkend dat die commissie dat magistraal gedaan heeft. Er is iemand aan de KU Leuven nu ook een doctoraat over aan het maken, specifiek over de commissie van Dievoet. Ik ga dit niet helemaal voorlezen. Het is een stukje uit het verslag van de commissie bij de grondwet, waar zij ook heel erg benadrukken dat zij één taalnorm willen tussen Vlaanderen en Nederland. Maar natuurlijk, dat botst, want het Belgische recht en het Nederlandse recht zijn dan wel heel erg gelijkend, maar toch niet exact identiek. Dus dat biedt mooi aan die spanning. Je hebt dus in België ja, twee talen en één rechtssysteem. Maar het Nederlands richt zich dan eigenlijk op de taal en dus voor een stukje ook op het rechtssysteem van Nederland. En daar ga je dus fricties bij krijgen. Je ziet ook in de derde alinea die hier staat dat ze één reserve hadden tegenover de Nederlandse norm. En dat was
Het gebruik van bastaardwoorden en dan vooral woorden uit het Frans, die in een Nederlandse rechtstaal vrij veel voorkomen, omdat Nederland nooit die gespannen verhouding gehad heeft met het Frans en met Frankrijk. Daar zegt de commissie, daar gaan we ons toch wat voorzichtig opstellen, vooral als reactie tegen mogelijke Franse kritiek van, zie je, ze hebben toch nog altijd Frans nodig om die rechtstaal vorm te kunnen geven. Maar je ziet, 54, men sluit eigenlijk zo sterk mogelijk aan bij Nederland. En die tendens gaat de hele 20e eeuw blijven duren, als het ware. Een tweede belangrijke speler, die is daar straks al even aan bod gekomen ook, die daar een grote rol gaat bij spelen, is inderdaad de Raad van State. Die wordt rond dezelfde periode opgericht in België, 1946. Hè, dat heeft meer dan 100 jaar geduurd eigenlijk voor de Raad van State opgericht is in België. Men is daar altijd mee bezig geweest en altijd, ja, is altijd stokken in de wielen gestoken. En de Raad van State, een van de belangrijke redenen voor die afdeling wetgeving, was ook de kwaliteit van de rechtstaal en dan vooral van de Nederlandse rechtstaal. De wetten zijn slecht opgesteld, imperfecties der teksten, onduidelijkheid der terminologie, mangelt aan homogeniteit, er is tegenspraak. Dat was een van de redenen waarom de Raad van State opgericht moest worden en waarom er ook een speciale... het is geen vertaaldienst, ook niet. Hè. Daar zijn ze heel trots op de Raad van State, dat het geen vertaling is, maar een dienst overeenstemming der teksten. Hè. Dus die twee teksten hebben dezelfde rechtskracht en geen enkele tekst mag voorgetrokken worden op de andere. Die taaldienst moest daar dus mee voor gaan zorgen voor de verdere ontwikkeling naast de wetboekencommissie die de oude wetgeving vertaalde. En ze hebben dat dus zeer goed gedaan. Ik heb daar inderdaad onderzoek naar gedaan. En ik ben nu blij te vernemen dat jullie daar soms nog mee bezig zijn en dat dat blijkbaar toch nog voor een stukje wel voortgezet wordt. Ik spring richting einde van de 20e eeuw. Een van de eerste decreten die Vlaanderen ooit goedgekeurd heeft, toen was dat de Nederlandse cultuurgemeenschap van België. Een van de eerste dingen die ze toen ze iets konden doen, was om de naam van de taal vast te leggen. Dat is zeer merkwaardig. Ik kan me niet voorstellen dat men in Frankrijk of in Nederland een decreet gaat goedkeuren over de naam van de taal. Hier deed men dat wel. En men wilde dus vooral ook Nederlands zien en zeker niet Vlaams. Vlaams wordt geassocieerd met Franstaligen, die constant spreken over le flamand. En men voelde dus de nood om die affiliatie of die aansluiting bij Nederland heel sterk te benadrukken. En dat vindt dan eigenlijk de culminatie in de sluiting van het Taalunieverdrag in 1980, waar Nederland en België een gemeenschappelijke instantie oprichten om het Nederlands eigenlijk te promoten. U ziet de ondertekening hier in 1980. Een van de doelen van de Taalunie is specifiek het gemeenschappelijk bepalen van een gelijke terminologie ten behoeve van wetgeving en officiële publicaties. Er staan hier vier doelstellingen in dat artikel 4 opgesomd. Wel, als je kijkt naar gemeenschappelijke instellingen voor verwezenlijkingen van doelstellingen, dat is zeer goed gelukt. Je hebt in Amsterdam de brakke grond. Je hebt een aantal instellingen die goed werken. Gemeenschappelijke bepaling van officiële spelling in puntje B loopt perfect. We hebben nog altijd dezelfde spelling als in Nederland. Die komt in overleg tot stand. In puntje D staat er iets over initiatieven om woordenboeken te maken, woordenlijsten en grammatica's. Dat werkt zeer goed. Er zijn de gekste woordenboeken Nederlands, noem maar op, worden gepromoot en ondersteund en gefinancierd door de Taalunie. Maar punt C is dus het zorgenkindje uiteraard. Hè. Gelijke terminologie tussen Nederland en Vlaanderen. Daar is bijzonder weinig buiten wetenschappelijke congressen en heel veel interesse en onderzoek vanuit de academische wereld, maar de facto gebeurt daar het minst. En u hebt allang de teneur van mijn betoog horen aankomen. We gaan nu radicaal de andere kant uit. Hè. We wijken veel meer af dan dat we nog aansluiten bij Nederland, denk ik. Dus ik denk dat je dat de Taalunie in 1980 kunt zien als het hoogtepunt eigenlijk van de visie of het beleid van we sluiten aan bij Nederland op het vlak van juridisch taalgebruik, want dat gaat ons kracht en maturiteit geven tegenover de Franse rechtstaal.
Maar je ziet ook dat eigenlijk tot dan... dat is nog een verantwoord gebruik van Nederlands in het ambtelijk verkeer. Tot 1980, dat we tot nu toe eigenlijk alleen gehad hebben over het creëren van een correcte taal, van een instrument dat opgebouwd moest worden en waar men heel erg zocht naar juiste vertalingen, correct taalgebruik, de invloed van het Frans waar men mee worstelde, hoe puristisch gaan we onze taal maken of niet. Toegankelijkheid, plain language enzovoort, was absoluut nog niet aan de orde in 1980 in België en dan in Nederlandstalige België, terwijl dat wel al vanaf de jaren 70 in de Angelsaksische wereld en in Canada zich begon ontwikkelen. Het is pas op het einde van de 20e eeuw dat je stemmen ziet opgaan om ook dat taalgebruik toegankelijker te maken. Ik heb een aantal citaatjes van eminente juristen die rond het jaar 2000 daar heel wat oproepen rond doen. Luc Huijsen, ten tijde van de nieuwe spelling, ergerde zich over de heisa van mensen die pannenkoeken met een tussen-en minder lekker vonden dan pannenkoeken zonder een tussen-en. En die zei, waar zijn we toch mee bezig? Zeker wij als juristen moeten ons met andere dingen bezighouden dan met tussen-ennen. Wij corresponderen met de vierde wereld in een taal die wij en wij alleen dan begrijpen. Wij moeten eerst als juristen leren praten. Een echo die je ook hoorde bij bijvoorbeeld Andries Kinsbergen, de toenmalige gouverneur van de provincie Antwerpen, die zegt als jurist is een begrijpelijk taalgebruik niet alleen een kwestie van vakkennis en taalbeheersing, maar ook van sociale rechtvaardigheid. Walter van Gerven heb ik er ook nog tussen gezet, die toen hij emeritus werd aan de KU Leuven in het jaar 2000, dat nog aanhaalde in zijn afscheidsinterview als een van de dingen die hij wilde verwezenlijken binnen het recht, namelijk minder vakidioten en meer juristen met emotionele intelligentie en psychologisch inzicht en het vermogen om goed te schrijven. Dus die visie naar toegankelijk taalgebruik die begint rond het jaar 2000 eigenlijk ingang te vinden. En net op dat moment ook... Daar ben ik nu niet op ingaan, want anders gaat het veel te laat worden. En ik denk dat mijn tijd stilaan al opgebruikt is. Op dat moment ook begint de visie over de taalnormen in Vlaanderen ook te keren. Begint men ook te zeggen van waarom is dat eigenlijk nodig dat wij zo naar Nederland kijken? Waar moeten wij slaafs alles overnemen wat de Hollanders doen? Wij hebben toch ook een eigen variant van de Nederlandse standaardtaal. En die twee evoluties die gaan eigenlijk parallel gaan. Het Hof van Cassatie neemt dat over. Het vertrouwen van de burger in de justitie hangt vooral af van dat taalgebruik. En dan krijg je een hele reeks initiatieven. Ik ga ze gewoon laten zien. Een hele reeks initiatieven die daaraan tegemoet willen komen. En die vooral vanuit de Vlaamse overheid gepromoot worden. Halverwege de jaren 90 richt Vlaanderen een verplichte taalcontrole op voor alle wetgevende teksten. Die bestaat nog altijd. Dus alle teksten die de Vlaamse overheid publiceert, worden nagekeken, zowel juridisch uiteraard, maar ook taalkundig. De Senaat probeert dat ook, maar dat is geen lang leven geschoren geweest. De magistraten krijgen verplichte opleidingen, die bestaat nog altijd. Die bestaat ondertussen meer dan 20 jaar. Foldertjes bij rechtbanken worden mogelijk. Ik heb er hier twee opgenomen. Dit is een foldertje dat de politierechter van Halle bij elk vonnis bijvoorbeeld steekt. En dit, of toch stak, ik hoop dat ze het nog altijd doen. Het is ondertussen al een paar jaar oud. En een foldertje dat de rechtbank van Mechelen bij elk vonnis steekt. Dat was denk ik 20 jaar geleden totaal not done. Als je zou zeggen, een rechter steekt een handleiding bij zijn vonnis, dan werd je weggelachen. Dat tastte de waardigheid van de rechter aan. Wel, dit is sinds een aantal jaren toch allemaal mogelijk geworden. En dan nog één puntje waar ik toch ook nog wel wil op wijzen. Collega Gauthier verwees naar een definitie van toegankelijk taalgebruik die uit Amerika kwam, die onder andere ontwikkeld is in het kader van de Plain Writing Act van Barack Obama uit 2010. Amerika heeft wetgeving over duidelijk taalgebruik. In Amerika is er een wet die de overheid verplicht om duidelijk te communiceren. En Vlaanderen heeft dat ook overgenomen. Er zijn nog een aantal landen, ik weet niet of dat in Canada bestaat, daar zal misschien
collega Gauthier iets meer kunnen over zeggen. Australië, dacht ik, heeft dat ook. En Vlaanderen heeft dat dus ook. De aanzetten liggen in een decreet van 2004, waar men zei dat de overheid systematisch correct evenwichtig op evenwichtig en op verstaanbare wijze uitleg moet geven. Men heeft dan in 2016 een heel decreet daarover goedgekeurd, over de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie. En dat is dan in 2018 zijn al die bepalingen opgenomen in een groot decreet, het bestuursdecreet, waar eigenlijk heel wat normen, communicatienormen in staan die de Vlaamse overheid oplegt aan, aan zichzelf en ook aan alle lokale overheden. En daar zie je toch ook dat we helemaal afgestapt zijn van correctheid, bastaardwoorden, invloed van het Frans enzovoort. Je ziet hier heel andere dingen staan. Je ziet hier dingen staan als doelgroep, communicatie, strategie, relevant, gericht, gemakkelijk te raadplegen voor het beoogde publiek. Dat zijn de echo's van de definities van toegankelijk taalgebruik die uit de Plain Language Movement overgekomen zijn. Of dat nu allemaal in de praktijk zo ideaal uitgevoerd wordt, is een heel andere zaak. Maar het feit dat dat toch ondertussen tot in de wetgeving opgenomen is, is daar wel sprekend voor. En ik sluit af. Dus inderdaad, standaardtaal staat er nog wel in. Er staat niks meer over Nederland of Nederlands, maar gewoon een standaardtaal. En dan zijn er nog twee laatste initiatieven die ik wil vermelden. Hetgeen waar ik mee begonnen ben. Koen Geens, die reclame maakt voor de campagne Heerlijk Helder. Dat was oorspronkelijk een radioprogramma van Jan Houtekiet. Maar de Vlaamse overheid heeft dat overgenomen eigenlijk. Dat paste helemaal in het tot stand komen van dat bestuursdecreet ook. En die campagne loopt nog altijd. Waar men probeert initiatieven te nemen rond duidelijke rechtstaal. En ik heb vandaag net ook nog een bericht binnengekregen dat ze dat ook evalueren. Dus ze hebben bij alle overheidsdiensten mechanismen ingesteld, zodat die wetgeving geen dode letter blijft, maar dat ze dus moeten aantonen wat hun inspanningen daar rond zijn. En ook de magistratuur tot slot en de juridische wereld is daar opgesprongen. Naar aanleiding van de enquête die ik in het begin van mijn uiteenzetting liet zien in Mechelen over, door Wolters Kluwer, waar 86% van de ondervraagden zei dat ze dus het juridische taalgebruik niet begrijpen, heeft de Hoge Raad voor de Justitie onder impuls van Christian Denwayel, de voorzitter, een hele campagne ook opgericht om de magistraten vooral, maar eigenlijk alle juridische beroepen, ertoe aan te zetten om duidelijk te communiceren. Bedoeling van die tekst is vooral het argument weg te nemen dat je heel vaak hoort van het mag niet. Het is te gevaarlijk, het zorgt voor rechtsonzekerheid, we gaan daar betwistingen en conflicten door veroorzaken. De Hoge Raad heeft zijn gewicht als overkoepelend controleorgaan van de magistratuur daar willen achterzetten om te zeggen dat kan volgens ons wel. En dat zijn toch wel twee, denk ik, heel belangrijke initiatieven geweest die in de goede richting gaan. Zoals ik al zei, dus we zijn van correct naar toegankelijk gegaan. Tegelijk, het is een aspect dat ik nu minder aan bod kon laten komen, want anders wordt het veel te laat, zijn we tegelijk ook wel naar een eigen variant van het Nederlands aan het evolueren, ook binnen de juridische wereld. Als je kijkt naar de Europese vertalingen naar het Nederlands, tot nader order wordt Europese wetgeving nog altijd maar in één Nederlandse versie vertaald, die zowel voor Vlaanderen, voor België als voor Nederland geldt. Dat wordt hoe langer, hoe lastiger, heb ik de indruk. De terminologie groeit stilaan uit elkaar. En men heeft daar duidelijk heel veel moeite mee op Europees niveau om een vertaling klaar te stomen die voor beide landen nog bruikbaar is. En dan moet men naar omschrijvingen en moeilijke formuleringen gaan, omdat men bepaalde termen niet meer kan gebruiken. Dus dat is in een notendop, op een drafje, de evolutie die ik wilde schetsen. Ik verwijs nog even, inderdaad, dat had ik er ook nog wel ingestoken. De Taalunie heeft 2 jaar geleden een groot nieuw rapport uitgebracht waarin die variatie en waarin dat uiteengroeien van die normen tussen Vlaanderen en Nederland, waar men dat eigenlijk voor een stuk aanvaardt.
waar men zegt, ja, dat is een maatschappelijke evolutie. Mensen spreken meerdere taalvarianten, standaardtaal, maar ook sms-taal, taal op social media, Vlaams dialect, en dat is iets wat wij aanvaarden. Men hamert er dan wel op om de juiste variant op de juiste plaats te spreken. Dus ook daar is een duidelijke evolutie aan de gang. En men verwijst daar specifiek voor naar Vlaanderen, dat daar een speciaal probleem is. Zo, ik denk dat ik het daar kan bij laten. Anders ga ik uw geduld te lang op prijs stellen. Ik hoor het graag als u vragen hebt. En ik ga er graag met jullie over in discussie. Alsjeblieft. Ja, dankjewel professor Hendricks voor de zeer duidelijke uitleg, voor de zeer interessante presentatie. Ook nog eens bedankt aan Laurent voor zijn eerdere presentatie vandaag. Ik denk dat we twee zeer goede inleidende presentaties hebben gehoord over rechtstaal. Zij het de eerste misschien iets meer theoretisch en de tweede iets praktischer, iets meer gericht op werkelijk de Belgische rechtstaal. Waar we telkens wel weer diezelfde thema's in zien terugkomen. Onder andere, en in het bijzonder misschien, die verstaanbaarheid voor de leek. Rechtstaal, de verstaanbaarheid van rechtstaal is een sociaal-democratisch gegeven. En dergelijke, ook de fuzzy categories die aan bod kwamen, meertaligheid, de equivalentie tussen teksten in verschillende talen, ook equivalentie ten opzichte van andere wetboeken. Ik nodig het publiek zeker en vast uit om in de chat vragen te stellen. Ik zal die dan doorspelen naar de twee presentatoren, de twee heren die hier vandaag gepresenteerd hebben. Nog een vraag aan zowel professor Hendricks als professor Gauthier. Hebben jullie op dit moment zelf nog iets op te merken of vragen bij de presentatie van elkaar? Niet meteen. Ik zou mij meer willen verdiepen in die discoursanalyse van Foucault. Ik heb daar ooit een klein beetje mij in ingelezen. Ik ben maar deeltijds aan de universiteit. Voor de rest werk ik voor het Rekenhof. Maar dat lijkt me een zeer interessant punt. Omdat dat je daar die mechanismen van ideologie en macht en wat erachter zit, achter het ogenschijnlijk objectieve discours, dat je dat daar kunt blootleggen. Dat vind ik iets wat... waar nog heel veel materiaal, denk ik, nog heel veel kan ontdekt worden. Yes, so your presentation was very interesting, especially because of the historical perspective regarding translation. And here in Dijon, we have a partner university in Mainz, in Germany. And one of my colleagues is specialized in research on historical translation of law texts between German and Italian, German and Dutch in Belgium, French and Dutch in Belgium. And it's a very interesting aspect. And I think we should always include this historical dimension when looking at actual and day-to-day questions. So it was a very interesting insight, for me at least, very informative from the historical perspective regarding the general considerations in Belgium of law translation. And okay, plain language movement is also something very interesting, but it's not always clear if it deals with linguistics, with language, or with the simplification of law. And I think that one of the most difficult point within the plain movement languages, plain language movement, and plain language problems. Ja, dat is zo, hè, want er zijn een aantal organisaties, ook in België, die op die WIP zitten. In Franstalig België heb je Droit Quotidien. Dat is een ASBL die dus mensen juridisch advies geeft in eenvoudige taal. Maar dat zit op de WIP tussen eenvoudig recht en eenvoudig taalgebruik, inderdaad. Ja, yeah, and especially regarding plain languages, the difficulty is always to know whether it is linguistically funded or if it's just a general and naive idea of how language works. So I just give one example, impersonal constructions and passive constructions. It is always said to be more difficult to be understood than active or personal constructions. But what we would need are psycholinguistic experiments and tests to show if it's the case or not. And in some cases,
the expectations of a normal user of language is the impersonal construction, and if it has to do suddenly with the non-impersonal, so with the personal construction while expecting the impersonal one, it's even more difficult. So it should really be tested, so to say, case by case, and very general rules regarding the general functioning of language are, I think, very, very dangerous. Absolute. And it's the same generalizations. When we say a noun is always more difficult to understand as a verb, okay, in some cases, and in very, very in many cases, it's right. But in some cases, it's even more difficult to understand a verb, a sentence with a verb, especially in an impersonal construction. So it's yes. Always, it should always be case studies. And above all, it should always be tested with real speakers and readers. Ja, en dat blijft volgens mij zeer moeilijk trouwens om dat te testen. Omdat ik ben ervan overtuigd dat je een onderzoek kunt doen waar een bepaald resultaat uitkomt. En je kunt datzelfde onderzoek herhalen waar er volgens mij een ander resultaat uitkomt. Want er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat nominaliseringen moeilijker zijn. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar ik ben er zeker van dat je het omgekeerde kunt bereiken. Hè. Dus dat is inderdaad zeer moeilijk om dat te doen. Wat ik bijvoorbeeld ook heel, heel grappig vond. I don't know what the situation is in Belgium, but in France, people within this movement sometimes apply rules that were defined for English and not for English, French. Yes. Assuming that what is right for English is right for any language. Absolutely. That's the case. Ja, dat denk ik ook. Iedere taal heeft zijn eigen, en zeker ja, Romaanse en Germaanse talen verschillen daarin. Dat merk ik op het Rekenhof zeer goed. Ik ben taaladviseur van het Rekenhof. Onze teksten verschijnen in de twee talen. Ik kijk ze na in het Nederlands. Mijn collega's kijken ze na in het Frans. Maar wij passen niet dezelfde strategieën toe. Exact. Mm-hmm. Ja, en dit betrekkelijk hebben we ook weer een eerste vraag gekregen. Gerelateerd aan de Play in Language Movement van Jitte Akkermans. De vraag luidt als volgt. Is een vonnis of arrest in de eerste plaats gericht aan de advocaat of aan de cliënt? En voor wie moet die dan duidelijk zijn? Voor de jurist die graag vaktermen en nauwkeurigheid heeft? Of voor de leek? Dus ik denk dat de vraag die te stelt is, wie is de ontvanger van teksten als een vonnis, een arrest? En in hoeverre moet de taal in de functie van die ontvanger aangepast worden? Ik heb daar nogal een vrij expliciete mening over. Ik vind dat men zich absoluut moet richten tot de partij zelf. Dus tot de burger zelf. Ik vind als men kan zeggen, want dat is een excuus dat je inderdaad vaak hoort, de advocaat zal het wel uitleggen. Zo erg is dat allemaal niet. De advocaat zal het wel uitleggen. Maar dat vind ik een zeer gevaarlijk precedent, juridisch en democratisch gezien, als wij alleen nog toegang hebben tot het recht via een vertaler-tolk dan, want dan wordt de advocaat een soort vertaler-tolk, dan denk ik dat we in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Want dan heeft niemand eigenlijk nog een duidelijk zicht. Dus ik denk dat men zich in de eerste plaats moet richten tot de partij zelf. En ik denk dat dat ook kan, trouwens. Ik denk dat er... daar kun je ook mensen mee rond de tafel gaan zitten en testen wat er kan met een tekst. Als je dat in samenwerking doet tussen taalkundigen en juristen, je zet je rond de tafel en je zegt, wat kan er hier in die tekst aangepast worden? Dan kan er veel meer dan wat men op het eerste gezicht zou willen toegeven. Ik heb ooit rond de tafel gezeten met 4 notarissen en ik had een notarisakte herschreven en ik had daar overal het woord comparanten uitgegooid. En ik had daar partijen gezet. En de notaris van wie die akte was, was natuurlijk slecht gezind. Nee, dat mag u echt niet doen. Dat mag u echt niet doen. Comparanten moet erin. Dat is een vakterm. Dat is een vaste term. Die is gedefinieerd. Dat mag je niet veranderen. En gelukkig heb ik toen niet moeten antwoorden, maar was er een van die andere notarissen die zei, ik gebruik dat eigenlijk nooit, comparanten. Ik gebruik al jaren en dag partijen. En dan zie je eigenlijk dat er vaak ook...
Ja, zoals eigenlijk een beetje als collega Gauthier zei, men moet het testen op de proefpersonen ook. Hè. Men denkt dat het niet kan, maar het kan eigenlijk wel. Ja, dat is een duidelijk antwoord. Ik heb dan zelf ook nog een vraag. Dus jullie hebben allebei over equivalentie gesproken, zowel tussen witteksten als tussen verschillende talen. Dat is dan voornamelijk vanuit een lexicologisch, een terminologisch perspectief, maar je hebt natuurlijk ook equivalentie op het vlak van zinsbouw, op het vlak van grammatica. En zo heb je bijvoorbeeld in het geval van België het Frans witteksten waar ook de conjunctief gebruikt wordt, een werkwoordvorm die niet voorkomt in het Nederlands, in het Vlaams. En dat is misschien specifiek een vraag voor professor Hendricks. In hoeverre ziet u dat daar problemen rond ontstaan, omdat daar ook een zekere vertaaltraditie of een zekere rechtstraditie bestaat? Er is zeker te lang, denk ik, de traditie geweest dat het zo letterlijk mogelijk vertaald moest worden. Hè. Als er zoveel woorden staan in het Frans, of als de zin zo lang is in het Frans, moet hij ook overeenkomen in het Nederlands. Je ziet dat ook visueel. Die wetteksten worden traditioneel in twee kolommen gepubliceerd. En men begint zelfs de alinea's op dezelfde hoogte. Dus de bedoeling is eigenlijk dat de taal gewoon even lang zou zijn. Hè, de beide versies. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik vind dat je daar wel een bepaalde vrijheid moet innemen om zo goed mogelijk de boodschap en de achterliggende idee uit te drukken. Maar daar zit risico in natuurlijk. Er zitten soms hele fijne nuances in die je daardoor wel kunt verliezen. Dus dat is daarom dat het wel interessant is. Dat systeem van co-redaction dat bestaat in Canada en in Zwitserland, denk ik, waar men afstapt van het concept vertalen en waar men samen een tekst opbouwt in de beide talen om onderweg die nuances te zien. Dat merk je zeer goed. Bij ons worden de teksten nog wel echt vertaald. Dus een auditploeg stelt een tekst op en die gaat daarna naar de vertalers die eigenlijk van niks weten. En dan merk je dat terug om te zeggen, maar nee, die nuance is niet bedoeld. Of ik had dat zo bedoeld. Dus daar zit risico in. Maar het is toch te vaak... onze vertalers doen dat veel te veel, vind ik. Maar dat zijn misschien specifiek onze vertalers op het rekenhof. Als beveiliging daartegen gaan ze veel te letterlijk vertalen. En gaan ze echt elk nuance... Als er een conditionel in het Frans staat, dan zal er in het Nederlands een zou kunnen staan, terwijl misschien in het Nederlands een kan voldoende is. Het Frans is daar denk ik toch iets... hoe zeg je dat, voorzichtiger drukt zich iets voorzichtiger uit. Dus ik denk, en dat komt aan de kwaliteit van het Nederlands in alle geval niet ten goede. Nu, omgekeerd krijgen wij dezelfde verwijten. Hè. Le style nordique, zegt men dan. Als je die in het Frans letterlijk zo vertaalt, dat komt heel hard over. Dus je moet daar de eigenheden van de taal respecteren, denk ik. En ook van de cultuur. Hè. Het gaat verder dan puur de taal. Het gaat de hele manier van uitdrukken. Hè. Ja, if I may add some comments. Equivalence is a very important question within translation studies. And equivalence is also a kind of expectation. So, and it's a condition for translation in order to exist. But equivalence is not just, as you've said, Professor Hendricks, it's not just a question of words. Equivalence also exists at the textual level, at the pragmatic level, and also at the stylistic level. So it's really something more than just two words who would mean the same, even if one actually does not know what it means to mean the same. And in this sense, work with big data, or at least with corpus, is very important to see how actually the meaning is constructed within the sentence and then within one part of the text and then in the whole text. So equivalence cannot be defined just at the level of words. It's something much more complicated, and especially in law, because of the performative dimension of law, one has to take into account at least the pragmatic and the textual levels. And I think the pragmatic and the textual level actually command the equivalence at the word level. I think so, yes. Ik denk dat u daar helemaal gelijk in hebt. Ik denk dat daar ook een grote uitdaging ligt. Dat was iets wat mij plots erin schoot voor automatische vertalingen.
omdat daar toch nog moeilijkheden... Ik denk de nieuwste software kan daar al meer rekening mee houden, maar daar gaat het vaak fout. Hè. Men zet een serie equivalente woorden naar elkaar, maar de vertaling op zich of de zin op zich is niet equivalent, hè, inderdaad. Ja, the new models are actually very good at a so-called segment level. So they can identify some segments in both corpora, in the source and in the target language. And they can find matching segments. But when aligning the segments in order to build a sentence, they always make a mistake because they just don't have this cognitive training we do have as human translators, how we are called now, in order to take into account the other levels of equivalence. Ik krijg ondertussen nog meerdere vragen binnen. Ik blijf het publiek ook uitnodigen om vragen te stellen. Een vraag aan dokter Vincent, aan professor Hendricks, excuseer. Waar kan dat spanningsveld dat u beschrijft het Nederlands, in Nederland en Vlaanderen, ten gevolge van één versie Nederlands die vanuit de Europese Unie komt, waar kan dat spanningsveld toe leiden? Ziet dat evolueren tot twee verschillende versies? Of zal het volgens u zo'n vaart niet lopen? Dat is zeer moeilijk. Hè. Dat is zeer moeilijk te zien hoe dat evolueert. Vanuit het beleid en vanuit de overheid blijft men ergens hopen, en ik hoop dat ook, ik denk dat dat ook de beste oplossing is, dat daar een eenheid kan blijven. Ik denk dat het beter is dat één versie blijft, dat één taalnorm blijft, gewoon om meer gewicht te hebben, omdat dat duidelijker is enzovoort. Maar van de andere kant denk ik dat je moeilijk tegen maatschappelijke tendensen in kunt gaan. En we zien toch wel maatschappelijke dat het eerder naar uiteengroeien gaat. Hè. In Vlaanderen de tussentaal wordt steeds populairder, de standaardtaal wordt minder populair. In Nederland heb je dat spanningsveld minder, omdat je informele spreektaal veel dichter zit bij de standaardtaal. Dus zij zitten veel meer op een niveau van standaardtaal en dan dialecten ergens. In Vlaanderen hebben we de indruk dat die standaardtaal aan het zakken is richting tussentaal. Dat zie je in de media, dat zie je bij presentatoren enzovoort. En dat creëert een spanningsveld. Ook het respecteren van de correcte terminologie die de wetboekencommissie die ik aangehaald heb, waar men daar zeer conscientieus, waar men hele exposés gemaakt heeft, ook een heel woordenboek, een vertaalwoordenboek, van kijk, dat begrip vertalen wij vanuit het Frans zo in het Nederlands en dat zou consequent moeten gebeuren, dat verwatert. Men gaat veel meer naar eigen, daar sluipen vertaalfoutjes dan in, omdat men andere synoniemen gaat gebruiken. En eens dat proces in gang, dan is die trein vertrokken. En dat is moeilijk te voorspellen welke richting dat uitgaat. Ik heb mij laten vertellen dat het steeds moeilijker wordt. Hè. Mijn vrouw is vroedvrouw bijvoorbeeld. In Nederland heet dat verloskundige. Maar als je in Vlaanderen spreekt over een verloskundige, dan denken we eerder aan een gynaecoloog. Dat is een arts. En dus als dan een Europese richtlijn over midwives moet gepubliceerd worden, wat gaat men dan zetten? Vroedvrouw in Nederland is minder gebruikelijk, toch verloskundige. Dus dan gaat men met beschrijvingen moeten gaan werken. En ik denk dat niemand ten goede komt. Maar de vraag is maar in hoeverre dat je dat centraal en vanuit een overheid kunt sturen. Die in het midden van de 20e eeuw ging dat blijkbaar wel, was de tijdsgeest daar wel op voorzien. Iedereen stond daarachter. Iedereen keek naar de programma's op de VRT van hier spreekt men Nederlands. En de overheersende opinie was, wij moeten ons aligneren en dat is heel belangrijk. Terwijl nu de heersende opinie is heel anders. Ik stuur berichtjes op Twitter, op Facebook, ik heb sms'jes, dat mag in gelijk welke taal, met spelfouten, met eigen woorden, met een eigen jargon tussen de jongeren enzovoort. Dat heeft er allemaal mee te maken en dat versplintert ook die visie dat de standaardtaal en dat die uniformiteit in vertaling dat heel belangrijk is. Ik weet niet hoe Frankrijk eigenlijk ziet. Misschien kan professor Gauthier daar iets over zeggen. Maar in Vlaanderen is er toch echt een debat over het einde van de standaardtaal. Er is ook een boek van een taalkundige. En die zegt van
dat gaat verdwijnen. Dat is iets van de Renaissance. Dat is ook iets typisch Frans. De Académie Française, dat hebben wij niet in Nederland. Misschien staat die evolutie anders in Frankrijk. Ik denk uw microfoon nog. You should unmute. Sorry. At least to some extent, especially regarding inclusive language and things like that. But in low text, it's still very conservative. And lawyers and people from the field just don't want any changes because it's also a kind of tradition. And I think it's one of the special fields that is most conservative regarding language and style and the formulation of ideas and the link between conceptualization and formulation, just like Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. So what is conceptualized very clearly can also be expressed very clearly, and it's still something very actual in France, in schools and at the university also. Vince could also add that. And we do speak a lot about innovations, changes and so on, but they are never applied in language. Ja, ik denk dat het in ons ook wel, dat is toch aan het evolueren. Hè? Dus de juristen zijn van de ene kant zeer conservatief, maar beginnen meer en meer toch, ja, de woorden die men heel lang afgekeurd heeft als te letterlijk vertaald uit het Frans of niet correct genoeg of zo, die sluipen binnen en men vindt dat blijkbaar minder erg dan vroeger. Ik vrees wel dat we dat allemaal heel erg kunnen vinden, maar dat dat moeilijk te stoppen of moeilijk te sturen is. Dan is er ook nog een vraag binnengekomen voor professor Gauthier, een meer methodologische vraag van Edo. Met name of u meer kan vertellen over de onderzoeksmethodes die gebruikt worden voor rechtslinguïstisch onderzoek, hoe dat een dergelijk onderzoek eruit ziet en of daarbij een sterke focus is op multi- en interdisciplinariteit. Yeah, it's a very difficult question. Interdisciplinary approaches should be the normal case, but what we need is to work with philosophers, with historians of law, and of course with lawyers themselves. And at least it's in France, it's very difficult to find lawyers who are ready to work with linguists, because law texts and the formulation of law has been a little bit sacralized, if I may say it like that. And it's not so easy, but when we find some linguists, jurists or lawyers, to work with us, then we have to develop shared methodologies, because all our semantic and especially corpus-based tools are totally unknown. And the first times we have worked with lawyers here at the university in Dijon, they just explained us, okay, if we want to find the meaning of a word, we just open a dictionary and we looked for the definition in the dictionary. And so we had to explain them that meaning and semantics is a little bit more complicated than looking for a definition in a dictionary. And we had to explain the interface between semantics and pragmatics, between abstract definition and meaning in context. Of course, we had to speak about Wittgenstein and his theory of meaning and language in use and so on. And it was a real discovery for most of them, because they have a very practical and objective or objectivist approach to language. Words are words, they do have meaning. And if we want to start the interpretation process with the grammatical, with the linguistic hermeneutics, then we need definitions.
And we just have to add to add the definition, one definition to another, to come to a global meaning. And it was it's the most difficult regarding the methodology to go behind this very naive approach to language and to go more deeper into semantics and pragmatics. But when we have colleagues who are willing to do this, it's also very challenging. And regarding the methodologies, the other point is that we nowadays have so many corpus and so many occurrences of words in context, in low text, so that we can compare different versions of the same text from one year to another, or from one tradition to another, that we can build very concrete, not always clear, but at least very concrete and objective views of meaning and of usage. Ja, misschien om daarop door te gaan, omdat jullie daar straks ook zeiden dat experimenteel onderzoek ook interessant kon zijn om aan de sprekers van de taal zelf te gaan vragen, aan de burger zelf, van ja, rechtstaal, wat vindt u daar moeilijk aan? Welke zin zou u liever verkiezen? Vindt men nominaal zin bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen, niet leuk om te lezen? Is het probleem van rechtslinguïstisch onderzoek, dus zeker in de Duitse zin van het woord, waar professor Gauthier veel mee bezig is, ook niet dat het vooral onderzoek is dat op twee domeinen focust, dus semantiek en lexicologie, en lexicologie enerzijds, en dan discoursanalyse anderzijds, en dat andere theoretische kaders minder snel gebruikt worden of zich minder geroepen voelen om zich met rechtstaalkunde in heel dat framework in te laten? Can you just repeat the end? Because it... Dus is het niet vanwege de sterke focus op discoursanalyses en op lexicologie, dat eigenlijk andere onderzoeksdomeinen binnen de taalkunde, andere disciplines, theoretische kaders, te weinig geïntegreerd worden of te weinig geïnteresseerd zijn in die rechtslinguïstiek? No, because I mean, discourse analysis is such an integrating perspective on language that it can also be applied or used for legal texts. And the challenge is actually to show that legal discourse is just not reduced to law text, and that you have to take into account much more components from other disciplines and from other kind of discourses in the very concrete sense of the word. So especially when we first said to lawyers, okay, you have also to take into account the way your terms are circulating around through the public opinion, through the press, through the media, through the social media, and so on. The first reaction was to say, okay, but it does not have anything to do with our field. But in fact, it does have to do with the field, because a law draft, for instance, always has sources outside of law. So that's the way we should integrate or to start from discourse rather than from texts and terms and sentences. But discourse, really, in the Foucauldian sense, as knowledge segments, as knowledge structures, and that are always linked with power and power positions. Okay, dankjewel. Dan is nog één vraag voor professor Hendricks. Ik zal ze letterlijk voorlezen. Als ik professor Hendricks zo hoor spreken, klinkt het alsof het Nederlands / Vlaams dan nog steeds als het ware achterhinkt aan het Frans. Begrijp ik dit correct? Nee. ik denk dat wij... Dat is heel de discussie geweest natuurlijk. Ik begrijp waar je naartoe wil, dus ik ga daar meteen op in. Maar de hele discussie is inderdaad geweest dat men geprobeerd heeft om aan de Franstaligen te bewijzen, als het ware, dat het Nederlands ook een volwaardige taal was. Als reactie tegen dat beruchte citaat dat ik daar getoond heb, qu'il serait impossible de publier un texte
en langue flamande. De opinie hoe je dat doet, is inderdaad wel wat geëvolueerd. Hè? Dat de meesten hebben gedacht, we gaan dat doen door zo sterk mogelijk bij Nederland aan te sluiten. Maar we zijn daar wel in geslaagd. Er is niemand die kan ontkennen dat er een Nederlandse standaardtaal is, ook in Vlaanderen, die, waar alles in gebeurt. Hè? Dus in dat opzicht hebben wij een zeer sterk... Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, zijn we heel erg onze achterstand ingelopen. Alleen zien we nu een andere evolutie, maar we staan daar niet alleen in. Die evolutie zie je ook in het Engels, hè, waar de aandacht voor varianten veel belangrijker wordt. Op de BBC hoor je presentatoren met een duidelijk Schots, Iers, Northern English accent. Dat wordt daar echt als een bijna een noodzaak en een pluspunt ervaren. Kwestie ook van inclusief. Inclusief taalgebruik enzovoort. En dat is iets wat hier voor een stuk dus ook aan de gang is. Dat leidt tot hevige debatten. Die slides had ik ook. Ik geef daar een stukje van ook in mijn colleges. Waar je dus zogezegd de oude garde, en ik noem dan Geert van Istendaal, als mocht u die kennen, dat die schrijver, oud-journalist van de VRT, Mia Doornaert, enzovoort, die in de krant tekeer gaan tegen al die mensen die tussentaal en al die varianten aanvaarden, zeggen we gaan helemaal bergaf, we gaan helemaal terug naar het dialect, we gaan alles verliezen wat we opgebouwd hebben. Terwijl vooral ook de moderne taalkundigen zeggen, Stef Grondelaars bijvoorbeeld, zeggen van ja, maar dat is vooral een ideologisch gegeven voor een stuk, wat je als juist ervaart, wat je als norm ervaart. Vroeger was die ideologie gericht op Nederland. Nu is dat eerder op Vlaanderen gericht. We moeten ons daar gewoon bewust van zijn. En dat wil niet zeggen dat we achterop hinken of dat we nog altijd gedeeltelijk onvolmaakt zijn. Sommigen vinden dat dus. Hè. Ik denk dat iemand als mijn prof Nederlandse taalkunde aan de KU Leuven, Guido Geerts, die heeft een bekend artikel geschreven. Hè. Nederlands in Vlaanderen, spreken wij een taal of spreken wij een taaltje? Hè? En hij wilde natuurlijk voorkomen dat wij maar een taaltje zouden spreken, hè, maar dat we een echte taal spreken. Maar die visie is duidelijk aan het evolueren. Ja. Maar ik zou niet zo ver gaan om te zeggen dat we daardoor achterlopen of dat we niet geraakt zijn waar we wilden geraken, dan niet. Ja, daarop aansluitend zou ik misschien een vraag willen stellen over de vergeten taal van België. Het Duits. Het Duits. Dat altijd een beetje in de schaduw zal staan van die Vlaamse kwestie. En ook op juridisch vlak zeker en vast nog heel hard achterhinkt. Ik denk, de grondwet is pas een aantal jaar geleden vertaald. Ook op vlak van COVID-communicatie heb ik gemerkt dat in het Duits toch wel minder eenheid bestaat, vertalingen achterlopen. Heeft u daar een zicht op in hoeverre dat daar ontwikkelingen aan het gebeuren zijn, in hoeverre dat daar onderzoek ook naar gebeurt? Onderzoek denk ik zeer weinig. Daar ben ik eigenlijk niet van op de hoogte. Ik weet dat er een centrale dienst voor Duitse vertaling opgericht is, die dus een soort wetboekencommissie voor het Duits moet zijn, waar men nu volop aan het vertalen is. Die trouwens niet in de Oostkantons gevestigd is, maar in Brussel, denk ik. En die ook vanuit de federale overheid gefinancierd wordt. Dus daar leeft wel wat, daar gebeurt wel wat, maar daar is een enorme achterstand. Dat is zeker zo, ja. Maar ik weet er niet zo heel veel van. Ik weet wel dat men daar een inhaalbeweging probeert te doen. Maar ja, in ons staatsblad, de wetten worden in twee talen gepubliceerd, niet in drie. Hè. Dat is absoluut het geval, ja. Ja. En dan is er nog een allerlaatste vraag die ik denk thematisch dit webinar zeer mooi afsluit. Maar misschien ook wel de moeilijkste vraag van allemaal is. Dus jullie hebben allebei over de verstaanbaarheid van het recht gesproken, de Plain Language Movement en dan in het bijzonder Laurent. Maar wat zou er eigenlijk kunnen gebeuren of moeten gebeuren zodat dit verbetert, zodat de wetstaal effectief, zoals of het juridisch discours in het algemeen misschien, verstaanbaarder wordt? Wat zouden daar ontwikkelingen in zijn die dat zouden begunstigen? I think I actually don't know, because we have to do, I don't want to speak like Chomsky, but you know why, Vince, but we just have to do languages actually do offer. And a pessimistic point of view would be to say our languages are just not made to talk or to speak clearly about law subjects.
But we cannot accept such a situation, and we have to find solutions. And I think simplifying the language, the law language and the law discourse is, of course, one solution. But they also have two other solutions, is to explain the people how the language of law actually work. Because that was your examples, Professor Hendricks, at the beginning, when you talked about a car reparation and so on. We actually have the same expectations. The citizens have the same expectations regarding law as regarding other fields where such problems actually don't occur. And that's a problem. And it's a problem, I think, also of education and of explanation how complex language can be if the subject needs the language to be complex. So that would be one solution. And the other is clearly directly linked with the plain language movement. It's the simplification of law itself and of the way law conceptualize actually its main concepts. So I think if we try to work from synchronically at the three levels, it should maybe improve the situation. You can't make that better. Already succeeded in it, ja. Ik kan mij daarbij aansluiten. Ik denk dat samenwerking daar een heel belangrijke rol moet spelen. En zoals Laurent ook al zei, als we proberen samen te werken met advocaten, vind je ze moeilijk en willen ze niet graag samenwerken. Ik denk dat daar het grote probleem ligt, dat er een wederzijds of toch een bepaald onbekend maakt onbemind, zegt men. Advocaten weten niet welke rol taalkundigen daar kunnen in spelen. En ik denk dat het ideaal is om samen te werken en samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. En mijn ervaringen zijn op dat vlak altijd al zeer goed geweest. Als je aan advocaten en aan juristen kunt laten zien, kijk, volgens mij kan dit ook zo, en is dat een mogelijkheid en er ontstaat een dialoog, dan kan er eigenlijk heel veel. Het is vaak een eenrichtingsverkeer waarbij een taalkundige met een vingertje staat en zegt, dit is toch te moeilijk, het moet zo, zo en zo. Waarop de juristen dan terecht zeggen, nee, je hebt er niks van gesnapt, want die en die en die problemen, die had u niet begrepen. En dan, ja, resultaat, ziet, het gaat niet. Maar zit u aan tafel en ik geef het voorbeeld, ik heb met de gerechtsdeurwaarder samengewerkt met de notarissen en ik was er eigenlijk elke keer, ook met magistraten, elke keer van verbaasd hoeveel er dan uiteindelijk wel kan. Als je zegt van, kunnen we dat vervangen? Nee, dat gaat niet. Maar kunnen we het dan zo doen? Misschien kunnen we het zo doen. Maar als we het zo uitleggen. En er zijn allerlei strategieën, verschillende strategieën, grammaticale vereenvoudiging, zonder andere de termen te komen, maar ook uitleggen. Zoals collega Gauthier zegt, in woordenlijstjes of extra dingen, zijn verschillende instrumenten die men kan inzetten. Maar de samenwerking is daar cruciaal, denk ik, om een bepaald vertrouwen te winnen en om... Om samen tot een werkbaar resultaat te komen. Want het is ook zo, en ik zeg dat ook altijd tegen mijn studenten, ja, als je een weegschaal zou hebben met juridische correctheid en juridische duidelijkheid, het zou naïef zijn om ze te laten doorwegen naar de duidelijkheid. Daar wint niemand mee. Als de correctheid niet meer, als dat voor juridische problemen zorgt. Dus men moet het evenwicht proberen, zoveel mogelijk in evenwicht proberen te krijgen. En ik denk dat dat wel kan. Dus dat is een eerste punt, samenwerking, denk ik. En ten tweede, bewustwording bij gezaghebbende instanties, als ik dat dan zo mag zeggen. Als daar op hoog politiek niveau, bijvoorbeeld iets als de Hoge Raad of de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, of zo, als zij daar hun stempel op drukken en zeggen wij promoten dit, dat helpt ook wel meestal, heb ik de indruk. Ja, dankjewel. Ik denk dat een mooie afsluiting is van dit webinar. Ik denk opnieuw beide sprekers voor de tijd die zij vrijgemaakt hebben voor het geven van dit webinar en het voorbereiden daarvan ook. Ik blijf bij dat het twee zeer interessante inleidingen waren, twee zeer interessante perspectieven.